Ik had dus eigenlijk heel graag gewild dat iemand mij van deze principes op de hoogte had gebracht een jaar geleden, want dan wist ik dat ik het eigenlijk veel beter had kunnen doen. Wel, ik ga eigenlijk deze persoon voor jullie proberen te zijn. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen van jullie ondertussen nu wel misschien moeten denken van oké, maar ja, Jonas, wie zit jij eigenlijk om aan ons te presenteren hoe dat wij eigenlijk gemotiveerd moeten blijven studeren? En dat is oprecht een heel goede vraag. Dus staat mij eigenlijk even toe om mezelf voor te stellen. Dus zoals ik zeg, ik ben Jonas Gerf. Ik doe al sinds september onderzoek over thuiswerken. Maar ik ben zelf aan de richting handelswetenschappen begonnen een kleine vijftal jaar geleden. Met een diploma economie moderne talen op zak. Is niet de meest aan te raden richting, zoals veel jullie waarschijnlijk wel weten. Omdat het maar een 3 uur wiskunderichting is. En dat is me eigenlijk ook heel vaak duidelijk gemaakt door heel veel mensen. Dat het niet slim was om daarmee aan handelswetenschap te beginnen. Maar ik heb het dan uiteindelijk toch gedaan. En ik mocht ook in mijn eerste jaar op kot gaan. Waarom vind ik dat eigenlijk heel belangrijk om te vermelden dat ik op kot mocht gaan het eerste jaar? Omdat dat voor mij persoonlijk een hele grote motivatie is geweest. Voor mij persoonlijk. Omdat ik kom zelf eigenlijk niet van een heel welvarende achtergrond, laten we het zo zeggen. En ik besefte dat het voor mijn ouders eigenlijk een hele grote financiële opoffering was om mij op kot te laten gaan en om mijn kot en mijn studie te gaan betalen. Wat deed dat voor mijn mentaliteit? Was eigenlijk dat het minste dat ik kon doen, was dan eigenlijk mijn ouders zo gezegd, ja, proberen terug te betalen met motivatie en met hopelijk een zo goed mogelijke score. Dus ik wist dat ik mijn ouders letterlijk in hun gezicht zou spugen als ik op de momenten dat zij aan het werken waren om mijn kot en mijn studie dan te betalen, als ik die momenten zou verwaarlozen en zelf bijvoorbeeld op café zou gaan met mijn vrienden terwijl ik eigenlijk zou naar de les moeten gaan. Dus ik kan je voorstellen dat ik misschien wel gemotiveerd aan mijn eerste jaar was begonnen, ondanks het feit dat mijn eerste jaar alles behalve perfect ging. Mijn eerste examen ooit aan de UNIF was dan wiskunde en ik had daar een 3,5 op 20 voor. Een 3,5. Dat betekent letterlijk dat je het niet veel slechter kan doen dan dat. Ik had dan twee herexamens in totaal. Ik had een gemiddelde van 53%, denk ik. Ik had 16e op jaar totaal, dus waar ik eigenlijk nog heel veel geluk mee had, want dat had het perfect allemaal achtes of negens kunnen zijn. Dus alles behalve het perfecte eerste traject. En ik begon achteraf te beseffen dat dat eigenlijk de oorzaak lag in het feit dat ik de assumptie had dat mijn motivatie automatisch wel tot prestatie zou leiden. Maar het is eigenlijk een hele harde les geweest, waarin ik zelf moest beseffen dat ondanks het feit dat ik een heel gemotiveerde student was, dus ik ging wel zo goed als naar alle lessen en ik studeerde veel meer uren dan al mijn vrienden tezamen, ik was een hele inefficiënte student. En mijn inefficiëntie, sorry, begon eigenlijk zwaarder door te wegen dan mijn algemene motivatie. Wat bedoel ik met inefficiëntie? Ik maakte nooit oefeningen voor geen enkel werkcollege. Geen wiskunde, geen statistiek, geen accountancy, geen Excel. Ik maakte daar gewoon nooit oefeningen voor, omdat ik daar geen zin in had. Ik dook in de cursussen van recht, om maar een voorbeeld te geven. Ik studeerde alle definities van buiten, zonder ook maar ooit een link te leggen met verschillende hoofdstukken of echt begrijpend te proberen studeren. En ik was ook een hele selectieve student, zijnde ik maakte de gemakkelijkste oefeningen van wiskunde en ik negeerde dan de zwaardere oefeningen meestal. En ik studeerde meestal de hoofdstukken die ik zelf het meest interessant vond. Want wat is de kans dat die andere oefeningen of die zwaardere oefeningen op het examen zouden komen? Of wat is de kans dat dat één hoofdstuk dat ik aan het skippen ben, dat daar een vraag over zal komen? En ik denk dat veel studenten die denkfouten eigenlijk wel mee kunnen gaan linken. Dus het was voor mij eigenlijk een grote uitdaging om op zoek te gaan naar hoe dat ik het beter kon gaan doen. En ik begon eigenlijk te beseffen dat er een soort van tussenpad was waar ik zelf op zoek naar moest gaan, aan de hand van mijn leergierigheid en mijn studiemethodes enzovoort enzovoort, om die efficiëntie te kunnen gaan verbeteren, om daardoor eigenlijk beter te gaan beginnen presteren. Dat is mij uiteindelijk wel gelukt. Het is mij wel gelukt om mijn bachelor met een degelijker resultaat af te ronden. En uiteindelijk in mijn master is het dan mij gelukt om echt te slagen met heel goede resultaten als een van de betere afgestudeerden van het hele jaar. Wat is het moraal van dit verhaal eigenlijk? En dat is iets dat ik heel veel ga vertellen straks. Is dat ondanks het feit dat je heel veel uren in je studie gaat steken, is het niet altijd het aantal uren dat telt. Het is de manier waarop dat je die uren gaat besteden die tellen. En het tweede moraal van dit verhaal is dat als ik kan afstuderen in tijden van corona, een student die een 3,5 op 20 had op zijn eerste examen, die bijles moest pakken voor verschillende vakken aan de UNIF, die een gemiddelde had van 53% op jaartotaal, die 6 of 7 tienen had op jaartotaal, enzovoort, alles behalve heel slim, 3 uur wiskunde achtergrond, enzovoort, enzovoort, dan weet ik 100% zeker dat jullie dat ook gaan kunnen. Dus ondanks het feit dat ik wel heel gemotiveerd in mijn master zat, is dus COVID gekomen. En ik kan jullie op een bladje schrijven, mijn motivatie was eigenlijk volledig de deur uitgegaan. Ik had het zelf super, super
super moeilijk om gemotiveerd te blijven, om aan mijn masterproef te blijven schrijven, om aan die groepswerken te blijven werken, om daar bovenop nog eens en blijven te verder studeren en te proberen gaan afstuderen. Ik had het daar super, super, super moeilijk mee. En ik ben eigenlijk zelf beginnen beseffen, het is een heel harde les die ik heb moeten leren, dat ik mezelf heel hard aan het demotiveren was, omdat ik eigenlijk hetzelfde aan het doen was als een bergbeklimmer die een volledige berg voor hem ziet staan. En dat heb ik eigenlijk doorheen de jaren de hele tijd blijven doen, zodat ik een moeilijk obstakel voor mij zag staan. Het is net hetzelfde als die bergbeklimmer die volledige berg voor hem ziet en die super gedemotiveerd is, omdat hij de hele tijd aan het focus is op die volledige berg. En je moet er eigenlijk eens bij stilstaan hoe ironisch en hoe contraproductief dat eigenlijk is. Dat op dit moment nu, wij de hele tijd aan het focussen zijn op hoe zwaar dat de volgende periode gaat zijn, binnen 6 weken, binnen 7 weken, die moeilijke examens enzovoort enzovoort, wat er uiteindelijk voor gaat zorgen, die stress die we daardoor ontwikkelen, die ervoor zorgt dat we op dit moment niet goed kunnen concentreren, dat er uiteindelijk voor gaat zorgen dat we niet goed gaan kunnen studeren, dat we dus ook geen goede score gaan kunnen steken, dat we niet goed gaan kunnen scoren op ons examen. Moet er eens bij stilstaan hoe contradictief dat die redenering eigenlijk is. Niet beseffende dat die berg eigenlijk wordt ontleed in miljoenen kleine mini-stapjes, waarvan elk stapje eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om te gaan nemen. Bij wijze van spreken, als je zelf een marathon hebt gelopen, is dat ene stapje dat je daar recht voor ziet staan, die eerste treden, is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. En het is door die les dat ik zelf dan ga beginnen zoeken, oké, van hoe kan ik deze cursus, dit jaar, deze moeilijke periode, het maakt me niet uit waar, ik kan die analogie blijven doortrekken, hoe kan ik die gaan beginnen ontleden in kleine, kleine, kleine stapjes, waarvan elk stapje helemaal niet zo moeilijk is, hoe kan ik mijn gedachten daarop blijven focussen, zodat ik om den duur wel op het einde van die berg ga geraken, zonder eigenlijk te beseffen dat het zo'n lang proces is geweest. En dit is een inzicht dat ik zelf heb verkregen door naar een interview van een ultraloper te luisteren, waarvan men vroeg dat waar hij het meest aan dacht op zijn 70 kilometer van de 100 kilometer looptocht. Iedereen dacht van, ja, dus dat was dus de vraag tijdens het interview, aan wat denk je dan eigenlijk op die 70 kilometer? Heel veel mensen dachten van, ja, die zal wel aan de finishline denken, of aan de pauze, of aan het feestje achteraf, of aan het biertje, enzovoort, enzovoort. Ultraloper verwierp al die antwoorden en zei eigenlijk dat het enigste waar dat hij op dat moment aan moest denken, hij had geen keuze of hij ging sowieso stoppen, was aan de enigste en die eerste stap die hij moest zetten, zijnde die linkerstap. En vanaf dat hij die linkerstap had gezet, focuste hij 100% op die rechterstap. Vanaf dat hij 3 stappen verder begon te denken, dan begon hij te beseffen in hoeveel pijn dat die persoon eigenlijk zat. En het is op die manier dat hij die 30 kilometer is kunnen beëindigen. En het is op die manier dat jullie deze examens perfect gaan kunnen doorkomen. Dus ik kan wel zeggen van ja, je moet het opsplitsen in kleine stukjes, ondanks het feit dat ik zelf heel veel moeite had om zelf maar aan die eerste stap te gaan beginnen. Ondanks het feit dat ik het zelf heel moeilijk had, ook al is dat eerste hoofdstuk misschien inderdaad niet zo moeilijk om te beginnen doornemen, wat doe je als je het helemaal niet ziet zitten, als je zelf niet eens tot aan dat eerste hoofdstuk geraakt? En dat is perfect normaal. Dan moet ik eigenlijk een soort van zeerbel gaan doorprikken, waarvan ik er nog wil gaan doorprikken doorheen deze presentatie, waarbij dat heel veel van ons denken, dat motivatie eigenlijk vooraf komt, vooraleer die actie die je gaat nemen om te gaan beginnen studeren. Ja. Ik denk dat ik voor heel veel studenten spreek, zeker doorheen deze periode, dat als je moet wachten op je motivatie om dan uiteindelijk te gaan beginnen studeren, dan ga je volgens mij nog heel lang mogen wachten. En dit is iets van het do-it-principe dat ik zelf heb beseft, dat ik uit een boek heb gehaald van Mark Manson, genaamd The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Zeker een aan te raden boek, zeker doorheen deze periode. Het do-it-principe dat ik zelf moeten gaan beginnen toepassen, verwijst eigenlijk naar het feit dat motivatie geen oorsprong is van actie, maar dat actie eigenlijk eerst komt. En dat je eigenlijk op die manier in een vicieuze cirkel kan gaan beginnen geraken. Zijnde als je actie onderneemt, dan geraak je wel tot motivatie. En als je inderdaad gemotiveerd bent, dan geraak je wel tot die actie om verder te gaan studeren. En het was zo dat ik eigenlijk begon van, oké, in plaats van mezelf vragen te stellen hoe dat ik gemotiveerd kon gaan worden om 9 uur aan mijn bureau te gaan zitten. Ik stop gewoon met die vragen te stellen. Ik ga om 9 uur aan mijn bureau zitten. En ik zorg ervoor dat dat eerste hoofdstuk goed gaat. Als ik weet dat dat eerste hoofdstuk goed gaat, dan ga ik automatisch die motivatie wel vinden om naar dat tweede hoofdstuk te geraken. Hoe kan je verwachten van jezelf dat je gemotiveerd bent om morgen te gaan studeren als je vandaag een super slechte dag hebt gehad? Als je vandaag helemaal niets hebt gedaan? Uiteraard vind je dat dan niet. En het is door die vooruitgang te maken dat je per definitie die motivatie wel zal vinden. En dat is die vicieuze cirkel waarin we allemaal continu moeten gaan proberen instappen. Ondanks het feit dat
zoals ik zelf heel pijnlijk in het eerste jaar heb moeten beseffen, iets doen, of het aantal uren dat je doet, eigenlijk niet voldoende is. Dus iets doen is wel stap 1, maar nogmaals, het is de manier waarop dat je doet dat eigenlijk zwaarder doorweegt. Weet je nog, mijn balans met mijn motivatie en mijn spijtige inefficiëntie? Nu, om deze periode door te geraken, moet ik eigenlijk eerst verwijzen naar het feit dat waarom dat wij eigenlijk in deze periode zitten. Wat is eigenlijk de bedoeling van die blok? En verbeter mij als ik fout ben, uiteraard. Hè. De bedoeling van een blok is toch dat we in een soort van state of flow geraken, waarbij ik naar verwijs naar het feit dat je alle afleidingen van de buitenwereld eigenlijk probeert uit te sluiten en waarbij je 100% kan concentreren op de leerstof die voor jou staat. Dat is toch de bedoeling, toch? Dat we niks meer aan iets anders denken, dat we een soort van in het nu komen, zeg maar, in de kracht van het nu, waarbij we ons kunnen concentreren om productief die leerstof te gaan verwerken, die bergen leerstof, waarbij we door moeten geraken. Dat is toch de bedoeling, ja? Het ironische is dat die state of flow, waar ik nog een paar keer naar ga verwijzen, super moeilijk is om te bereiken. En zeker doorheen deze periode. Wel, hoe gaan we die dan bereiken? Ook hier ga je proberen om elke maand, elke week en elke dag, zelf elk uur, in minuscule kleine stapjes op te delen. En die stapjes zo goed mogelijk uit te voeren. Het is net hetzelfde als je een muur gaat bouwen. Als je een muur gaat bouwen, zeg je niet letterlijk in het werkwoord, ik ga een muur bouwen. Je gaat zeggen, ik pak deze steen, ik leg die zo goed mogelijk daar, op die manier. Ik doe dat consistent met de volgende steen en ik focus me alleen op die steen. En als je dat consistent blijft doen, dan gaat er wel een muur komen. Maar je focust je wel de hele tijd op die ene steen leggen en dan op die volgende steen en dan op die volgende steen. Nu, ik kan me afvragen waarom, ik kan me voorstellen waarom jullie denken van waarom is die productiviteit en die efficiëntie, waarom is het eigenlijk zo belangrijk? Wel, doorheen deze periode zijn alle hulpbronnen waar jullie normaal gezien als student op kunnen rekenen, waar dat jullie energie in kunnen vinden, waar dat jullie batterijen kunnen opladen, zijn de terrasjes, feestjes, vrienden, sociaal contact, festivals, reizen enzovoort, noem maar op. Al die hulpbronnen waar je energie uit zou moeten halen normaal gezien, die worden die afgenomen door de huidige situatie en dan nog eens door de blok daarbij ook. En studies hebben al aangeduid dat de verantwoordelijkheid veel meer bij het individu komt om zowel onze motivatie als ons mentaal welzijn tezamen te gaan onderhouden. Want helaas, dat weten jullie ook, de overheid gaat dat niet voor ons doen. En het is aan ons om die balans te gaan beginnen nastreven. Waarom is die balans te gaan beginnen nastreven zo belangrijk? Waarom is die productiviteit gaan beginnen nastreven zo belangrijk? Dat als je erin slaagt om je studieuren zo effectief mogelijk in te zetten, dan ga je ook sneller kunnen ontspannen op het einde van de dag. En is ontspannen op het einde van de dag belangrijk en cruciaal om die blok door te komen? Absoluut. Wat is het basisprincipe daarbij? En dat is die zeebel, dat is de belangrijkste zeebel die ik moet doorprikken doorheen deze presentatie, is dat het niet draait om het aantal uren dat je studeert. Het draait om hoe dat je die uren aan het studeren bent. En daar gaan we naar op zoek gaan en dat is de continue uitdaging. Je kan beter als student 8 effectieve uren per dag studeren dan 10 tot 12 uren aan je bureau zitten, op je gsm zitten, Netflix kijken, het maakt me niet uit, en daarvan uiteindelijk misschien maar 6 tot 7 uren minder goed gestudeerd hebben. Hoe gaan we dat proberen doen? Door continu routines en gewoontes te gaan ontwikkelen, zowel gewoontes rond het studeren zelf als gewoontes buiten het studeren zelf. Want we gaan zien dat die alle twee even belangrijk zijn. Dus dan kan je de vraag stellen van, oké, hoe ga ik dat aanpakken? Welke routines, Jonas, zijn er dan zo belangrijk om voor mij te gaan ontwikkelen tijdens het studeren zelf? Wel, ook hier zou ik altijd de tip geven van begin van buiten naar binnen. Er is geen probleem om die berg te erkennen die voor je staat. Er is geen probleem om daar op te focussen, om daarvan uit te vertrekken. Je hoeft daar gewoon niet de hele tijd bij stil te blijven staan. Maar ook hier is die structuur het belangrijkste om dat overzicht te kunnen hebben. En dan ga je dat continu gaan ontleden en dan kan je van binnen naar buiten gaan. Klinkt allemaal heel vaag, maar blijf volgen. Eerst en vooral, structuur. Je ziet die volledige berg. De vraag is, hoe ga ik die berg gaan ontleden? Wel, ik ga altijd vertrekken van de fout die ik maak, omdat ik dat heel leuk vind om te doen en ik weet dat veel studenten daaraan kunnen realiteren. Begin vanuit een planning. Ik was zelf een student die super onrealistisch plande. Wat bedoel ik daarmee? Ik stak zoveel mogelijk hoofdstukken of zoveel mogelijk leerstof binnen één dag, omdat ik zoveel mogelijk gedaan wil hebben, omdat dat mij dan een soort van kick gaf, dat ik tenminste veel had gedaan. Die besefte dat ik daar allemaal zo snel doorvloog, dat ik eigenlijk heel veel stress kreeg en dat ik ergens nooit in de diepte door kon gaan studeren. Dat ik nooit eigenlijk heel begrijpend aan het studeren was. Weet je nog, mijn inefficiëntie, dat was eigenlijk een perfect voorbeeld. Iets wat ik zelf ben gaan moeten beginnen doen en iets dat ik zelf ben gaan beginnen beseffen doorheen die vorige lockdown, die eerste lockdown waar ik in zat om af te studeren, was de tip die ik jullie ook wil meegeven, is dat je andersom moet gaan beginnen plannen. Je vraagt jezelf af, je hebt je week voor je, je hebt je maand voor je vraagt jezelf af, wanneer is het voor mij cruciaal
om te gaan ontspannen. Nogmaals, die ontspanning is super cruciaal voor je mentaal welzijn en je motivatie erin deze periode. Wanneer is dat voor mij cruciaal? Voor mij was dat bijvoorbeeld op donderdagavond dat ik een donderdagavondtraining judo. Ik plande die dan in en dat was stap 1. En daar rond begon ik mijn werk te plannen. Klinkt misschien heel vreemd, maar waarom is het zo effectief? Omdat ik doorheen die volledige donderdag wist van oké, ik ga vanavond 2 uur minder studeren, maar ik ga ervoor zorgen dat ik dat vandaag inhaal qua productiviteit. Ik had iets om naar uit te kijken, dus ik kreeg automatisch meer motivatie en ik wist dat ik door moest werken. En de dag daarna studeerde ik veel beter, want ik had de dag daarvoor een uitlaatklep gevonden. Probeer dat op die manier toe te passen, om dat zo te ontleden door op een realistische manier met je vrije tijdsmoment aan de slag te gaan en dan te gaan zeggen van oké, hoe plan ik mijn productieve uren daar rond? Als je dan dat overzicht hebt over die periode, en vergeet niet, dit is iets waar je altijd zelf mee moet gaan beginnen experimenteren, ga je kijken naar je dagindeling. Hoe ziet mijn dag er eigenlijk effectief uit? Een principe dat bij mij mijn leven eigenlijk heeft veranderd, en er zijn veel principes voor in deze presentatie, is dat ik ben beginnen beseffen, of dat ik heb onderzoek gedaan naar het feit dat die state of flow waar ik daarnet naar verwees, zijnde die state waarin je optimaal kan concentreren, elke soort van U-vorm heeft doorheen de dag. En misschien kunnen veel studenten dat wel begrijpen. Zijnde gemiddeld gezien kan je het best concentreren 's ochtends en het best concentreren naar het einde van de namiddag of naar het einde van de dag toe. En 's middags heb je altijd dat dipje van die twee, wat bij mij was van 2 tot 4, 2 tot 5 meestal, afhankelijk van hoe lang mijn middagpauze was en afhankelijk van hoe vettig dat ik had gegeten doorheen mijn middagpauze. Maar dat dipje zit dus altijd in die middag. Wat heb ik daarmee kunnen doen met die informatie? Ik plande mijn dag dan zo in dat de uren wanneer ik moest studeren, 's ochtends en 's avonds, ik het echte blokwerk inplande. Echte blok. En dat U-vormje, dat dipje, dat probeer ik dan ook zo efficiënt mogelijk in te zetten door ofwel te ontspannen, ofwel door een lichte concentratietaak uit te voeren. Wat is een voorbeeld van een lichte concentratietaak? Bereid een presentatie voor. Oefen die presentatie. Schrijf een mindmap. Maak een schriftelijke samenvatting. Dat is iets minder dat blok, informatieverwerking enzovoort. Door dat op die manier in te zetten, vang je dat dipje altijd op, maar vind je ook een overkoepelende effectiviteit doorheen de dag, waarbij studies al hebben aangewezen dat je op het einde van de dag optimale prestatie hebt gehaald. Ik was ook de student als ik 5 dagen had ingepland voor wiskunde bijvoorbeeld. Ik letterlijk vanaf dag 1 tot dag 5 voor wiskunde studeerde. Niet beseffende dat je hersenen eigenlijk een soort van pauze nodig hebben om die informatie die je net allemaal hebt liggen verwerken, of die je net allemaal hebt doorgaan eigenlijk, om die informatie te kunnen gaan verwerken. Dat is eigenlijk een heel onbewust proces. Het is net hetzelfde als je een tekst aan het schrijven bent en je laat die dan 2 dagen liggen. Als je dan terug naar die tekst gaat kijken, dan ga je direct heel veel fouten vinden. Dat weet iedereen sowieso. Heel veel fouten vinden waar je daarvoor 100 keer hebt overgelezen. En dat is hetzelfde met die leerstof. Je hersenen hebben even tijd nodig om dat allemaal te kunnen verwerken. Dus dan is het aan jou de uitdaging of de taak om dat op die manier ook te gaan opsplitsen. Heb je 5 dagen voor wiskunde, dan pak je 2 tot 3 dagen. Dan even pauze daartussen van ook 2 tot 3 dagen. En dan begin je daar terug aan. En zo werkt die continue herhaling. En zo verwerk je optimaal je leerstof. Je hebt dan die week, dag enzovoort indeling. Dan is uiteindelijk de vraag van oké, hoe ga ik dan die uren die ik heb ingepland, want ja, je moet ze uiteindelijk wel effectief gaan studeren, hoe ga ik dat zo effectief mogelijk doen? En de algemene tip daarbij is, ga op zoek naar actieve studeermethodes. De truc hierbij is, in het algemeen, is dat ik wil dat je ofwel aan je bureau zit en je studeert zo actief mogelijk, ofwel ga je niet aan je bureau zitten. En er mag geen tussenin zijn. Wat is het probleem met die tussenin? Als je in die negatieve flow zit van je, het lukt niet, wat is de reflex die je gaat hebben? Je gaat naar je gsm kijken, je gaat een kwartier verder scrollen door Instagram en je gaat uiteraard nog meer gedemotiveerd zijn. En dan ga je in die flow zitten van het lukt niet vandaag en het lukt niet vandaag en het lukt niet vandaag. Dat is net hetzelfde als je niet kan slapen. Wat is het slechtste dat je gaat doen als je niet kan slapen? Dat is eigenlijk in je bed blijven liggen en wachten totdat je in slaap valt. Wat moet je wel doen? Is uit je bed gaan, 10 tot 20 minuten iets anders doen, melk, weet ik veel, lees iets, en dan verplicht je jezelf om terug naar je bed te gaan en te gaan slapen. Net hetzelfde met dat studeren. Lukt het niet? Ga van je bureau weg, ga 10 minuten iets anders doen, ga wandelen, het maakt me niet uit, zet een koffie, en dan verplicht je jezelf, als ik nu aan mijn bureau ga zitten, dan ga ik gaan beginnen studeren. Dus de uitdaging is om het aantal uren dat je aan je bureau zit, ook zo effectief mogelijk te gaan inzetten, want dat is de bedoeling. Want we gaan op zoek naar die optimale balans tussen productieve uren en ontspanning daarna. Hoe vind je dat die ofwel studeren? Door actieve studiemethoden te ontwikkelen, waarbij je zoveel mogelijk van je hersenen gaat gebruiken. Klinkt heel vaag, maar ik ga het proberen uitleggen. Heel veel studenten hebben nog altijd de reflex om bijvoorbeeld tijdens het blok ofwel te lezen ofwel te fluoresceren. Wat is het probleem daarbij? En dit is een heel simplistisch voorbeeld. Is dat je
tijdens dat je aan het lezen bent, eigenlijk maar 7% van je hersencapaciteit aan het gebruiken bent. Dat is een fictief cijfer. Eigenlijk heb je 10% hersencapaciteit, maar je gebruikt dus maar 7. Wat gaan je hersenen doen? Want je hersenen willen eigenlijk voor 10% gebruikt worden. Die gaan allerlei random gedachten voor die volledige 3% in je gedachtegang beginnen proppen. Ja? Omdat ze die 3% willen opvullen. Wat gebeurt er dan? Je gaat bezig zijn en je zegt, ah, wat zijn de 3 voordelen hiervan? Je bent aan het lezen en voordat je het weet ben je aan het avondeten aan het denken of aan die persoon die je leuk vond of aan die training van gisteren of aan die examens waar je stress van gaat krijgen. Dat gebeurt niet. Als je zo proactief, als je zo actief mogelijk aan het studeren bent, waarbij dat je bijvoorbeeld aan het schrijven bent, of aan het opzeggen bent, of tegen iemand een soort van mondeling verdediging aan het doen bent, maar waarbij dat je hersenen zo actief mogelijk aan het gebruiken bent. Mijn cursusbladeren zagen er bijvoorbeeld echt uit vol met plusjes, minnetjes, tekeningetjes. Je kon daar niks van lezen, maar zo verwerkte ik die leerstof wel door altijd luid op te zeggen, oké, de 3 voordelen zijn 1, en dan schreef ik letterlijk 1-3 op. Dat is die actieve studeermethode en zo ga je die ofwel en die of niet kunnen nastreven. Is eigenlijk veel complexer, dus dan ga je meer nood hebben aan pauze, waar ik straks iets over ga zeggen, maar eerst moet ik kort even op die proefexamens ingaan. Waarom zet ik hier proefexamens bij? Omdat studies al hebben aangeduid dat een van de meest cruciale factoren voor studenten om een hoge score op een examen te halen, eigenlijk ligt aan het feit dat ze de dagen daarvoor bezig zijn met die leerstof aan zichzelf te testen aan de hand van proefexamens, voorbeeldexamens of eigen opgestelde vragenstelling. Wat een vorm is van actieve studeermethode waarbij je jezelf test om met die leerstof aan de slag te gaan. Dat is net hetzelfde als een veldrijder die enkele dagen voordat de koers begint het parcours gaat doorgaan om eens te kijken hoe dat allemaal voelt. En dat is het gekke daaraan, is dat is een van de meest cruciale factoren voor een hoge score. Wat je die dagen daarvoor doet, niet doorlezen, niet fluoriseren, maar proactief jezelf beginnen testen. Ja, verwijst heel veel complex denkwerk. En daardoor is pauze des te belangrijker beginnen worden en zeker doorheen deze periode. Ik was een student die letterlijk in zijn pauze, ik ging van deze bureau naar dat bed daar, ik pakte mijn gsm en ik keek 10 minuten naar YouTube-filmpjes. Grappige YouTube-filmpjes. Funny Cats, weet ik veel, MMA, maakt me niet uit. Dat deed ik 10 minuten en dan ging ik terug aan mijn bureau zitten. Niet beseffende dat een pauze eigenlijk verwijst naar een momentopname van 5, 10 of 15 minuten, waarin dat je geen nieuwe informatie in je hersenen steekt, zodat je je hersenen de ruimte geeft om al die informatie die je hiervoor hebt liggen verwerken, ja, om die gewoon rustig te kunnen laten bezinken, zodat je met een frisse kop terug aan dat volgende concentratieblokje gaat beginnen. En ik heb het hier over die concentratieblokjes, over die kleine stukjes waarbij je zo productief mogelijk die actieve studeermethodes gaat beginnen toepassen. Dus een ideale pauze is niet scrollen op Instagram, is niet swipe op Tinder, is nog slechter, is niet YouTube-filmpjes kijken, maar is een moment waarbij je je lichaam aan het gebruiken bent. Is een moment waarbij je geen nieuwe informatie insteekt. Wat zijn daar voorbeelden van? Fietsen, yoga, schaduwboksen, ademhalingsoefeningen, skateboarden, inlineskaten, trampolinespringen. Het zijn allemaal perfecte voorbeelden van pauzes. Gewoon wandelen, uit de ruit staren, CO2 en daglicht. Onthoud dat. Dat is de rode draad van pauzes. Wilt iedereen muten? Want ik hoorde iemand kuchen. Dat was mega random. Dus dat zijn de ideale voorbeelden van pauzes die je moet gaan nemen. Als dat je lukt om zo goed mogelijk te pauzeren, is net zelfs met spieren. Die ultraloper waar ik er net naar verwees, ja, die gaat nooit 100 kilometer aan een stuk lopen. Die doet dat ook in kleine stukjes, doet dat ook in kleine stukjes van pauze. Je hersenen zijn ook spieren die ook ruimte nodig hebben. Begin dat principe toe te passen. Begint dat te lukken, ga je zo actief mogelijk kunnen gaan studeren. Als je zo actief mogelijk kan gaan beginnen studeren, dan kan je de indeling waar je naar aan het focussen was, kan je de indeling behalen. En als je de indeling kan behalen, dan kan je die planning, die realistische planning, ook zo goed mogelijk volgen. En dat is die visieuze cirkel van je routines die je zelf moet gaan beginnen ontwikkelen doorheen het studeren. Wat doe je dan idealiter buiten het studeren? Ik kan mij heel veel voorstellen dat heel veel studenten zich afvragen van waarom is dingen die ik buiten studeer, waarom is dat nu eigenlijk zo belangrijk? Wel, het is minstens even belangrijk als wat je doet tijdens het studeren. Waarom? Het is hetgeen dat je buiten het studeren doet, dat ook eigenlijk verwijst naar al die vormen van pauzes enzovoort enzovoort, die een direct effect hebben op hoe productief dat jij kan studeren doorheen diezelfde dag of de dag daarna of doorheen verschillende weken. Ja? Ik zelf negeerde al die routines tijdens de blok. Ik was een student die gewoon in productiviteit, ik dacht aan productiviteit als een aantal uren. En ik probeer gewoon altijd mijn aantal uren te maximaliseren en niet hoe dat ik die uren besteed.
Wat deed ik bijvoorbeeld? Ik ging nooit bewegen. Waarom ging ik nooit bewegen? Omdat ik mezelf dan schuldig voelde dat ik bijvoorbeeld 2 uur lang niet had gestudeerd. Niet beseffende dat als ik ging gaan bewegen, ik al die emoties die in mij zaten gekropt, die angst, die frustraties, die woede tegenover die leerkrachten, tegenover die examens, tegenover de blok enzovoort enzovoort, dat ik daar een uitlaatklep voor had gevonden. Waarbij ik al die emoties er eigenlijk uit kreeg, zodat ik de dag daarna, of die dag zelf, beter kon gaan studeren. Studies hebben dat effectief aangeduid, dat zelf maar een workout van 20 minuten jouw concentratie verbetert doorheen diezelfde dag, om maar het belang van bewegen aan te duiden. Ook hier verwijs ik naar die ontspanning als momentopnames die je echt proactief moet gaan opzoeken, waarbij dat je geen nieuwe informatie in je hersenen gaat steken. En ik blijf dat herhalen omdat het super cruciaal is, waarbij dat je hersenen ruimte moet geven doorheen deze periode om even te laten rusten, zodat je aan je volgende concentratieblokje kan gaan beginnen. Ik was ook de student die eet totaal verwaarloosde. Dus ik zocht zo vettig mogelijke maaltijden op, omdat dat dan voor mij mijn hoogtepuntje doorheen de dag was. Want ja, er zijn nu helemaal niet veel hoogtepunten tijdens het blok. Dus voor mij was dat dan gewoon vettig eten in het algemeen. Niet beseffende dat ik door, weet ik veel, die Dr. Oetker pizza in het midden van de dag, dat uurtje van die U-vormige flow, ja, dat dipje, dat ik er eigenlijk nog veel dieper aan het graven was. En dat ik er eigenlijk bijna een Nike-teken van maakte. Omdat die dip die ik er dan had, eigenlijk veel langer duurde. Als je mij naïef noemt, dan daag ik je uit om jezelf te gaan, om complexe taken te gaan uitvoeren waarbij je net 2 Big Macs hebt opgegeten, bij wijze van spreken. Of als je mij nog naïever noemt, dan daag ik jezelf uit om jezelf eens 8 uur geconcentreerd bezig te houden terwijl je een gigantische kater hebt. Om maar aan te duiden wat dat je lichaam eigenlijk doet met je mentaal welzijn als je het volpropt met brol. Ja? Ik heb mezelf nog nooit goed gevoeld met een kater, om maar een heel extreem voorbeeld te geven. Nu is het aan jou om het andersom te gaan opzoeken. Wat gebeurt er als ik mijn lichaam volsteek met gezonde dingen? Fruit, groente en water, enzovoort, enzovoort. Is een klein verschil volgens jullie, maar het zijn die kleine verschillen die het gaan maken doorheen deze periode om ook weer je mentaal welzijn en je motivatie te gaan onderhouden. En dan misschien de meest cruciale factor die ik zeker nog moet vermelden, is die slaap. Ik was die student die altijd kort en krachtig wil slapen, omdat ook hier ik weer in het aantal uren aan het nadenken was, zijnde ik wil zoveel mogelijk uren studeren. Niet beseffende dat slaap eigenlijk super cruciaal is voor en je mentaal welzijn en je concentraties. Studies hebben dat letterlijk al aangeduid, dat de persoon die 0 uur slaapt en de persoon die 6 uur slaapt, even slecht presteerde op complexe taken. Daar zat geen verschil tussen. 0 uur, 1 uur, 2 uur, er zat geen verschil tussen. Die presteerde even slecht op complexe taken. Ten opzichte van die persoon die 7 of 8 uur sliep, die persoon die presteerde bijna dubbel zoveel, al was het niet meer, op diezelfde complexe taken. Als je me niet gelooft, zelfs al mag je Bob zijn de vorige avond en je hebt niet geslapen, dan daag je nog altijd eens uit om 2 uur geconcentreerd naar de les te luisteren. Dat lukt gewoon niet. En het zijn al die verschillende routines, die gezonde levensstijl, die ervoor zorgen dat we die proactieve studeermethodes van daarnet zo effectief mogelijk kunnen gaan inzetten. En ook hier ligt de verantwoordelijkheid bij ons als individu om die te gaan onderhouden en te gaan ontwikkelen. Dan wil ik heel kort nog even verwijzen naar zowel de grootste demotivator tijdens deze periode, maar ook gewoon tijdens alle periodes in het algemeen, en de grootste motivator. En ik vraag me af of enkel van jullie misschien al weten naar wat ik verwijs als ik het over demotivator heb. Dan verwijs ik eigenlijk naar dat bakje dat ofwel nu in je broekzak zit, dat ofwel nu, zoals bij mij hier, op de bureau ligt. En dat is die gsm. Ik vind zelf persoonlijk dat de negatieve kracht van die gsm in onze samenleving immens hard onderschat wordt. Waarom? Die gsm is, ik blijf het zeggen, is de grootste demotivator doorheen deze periode. En als je mijzelf naïef vindt, staan we dan even toe om je 3 redenen te geven waarom dat het geval is. De gsm is het meest verslavende middel dat je bij jou thuis hebt over heel juist. Je mag er alles naast leggen, de gsm is het meest verslavende. Geloof je mij niet? Dan daag ik je uit om eens terug te grijpen naar een moment waar dat je teleurgesteld was, omdat je maar 40 likes had op je foto, terwijl je er eigenlijk 100 had willen hebben. GSM zorgt ervoor dat verslavende stofjes in je hersenen, die eigenlijk ook vrijkomen bij andere verslavende middelen, zoals bijvoorbeeld sigaretten roken. Dat zijn dezelfde stofjes die in je hersenen terechtkomen. Het probleem daarvan is, hoe meer dat je daarvan wilt, hoe meer dat je daarvan neemt, sorry, hoe meer dat je daarvan krijgt, hoe meer uren dat je op je gsm doorbrengt, hoe meer dat je daarvan wilt. En dat is die helse vicieuze cirkel van die verslaving. Een tweede reden waarom dat een gsm, of gsm's in het algemeen, de grootste demotivator is, tijdens de blokperiode, maar in het algemeen ook, is omdat je onbewust immens veel vergelijkingen aan het maken bent. Stel dat je aan het studeren bent en je pakt die gsm even, je gaat op Instagram scrollen en je ziet je beste vriend op terras zitten in Ibiza.
dan wens ik je nog heel veel succes om gemotiveerd te blijven studeren doorheen diezelfde dag. Je wilt niet meer gaan studeren. En onbewust ben je het huidige moment aan het verwerpen waarin dat jij zit, omdat je op een ander moment wilt gaan zitten. En dat gaat dat versterken. Ja? En dat is een heel onbewust proces, maar probeer jezelf daar eens op te betrappen. Je wilt niet meer gaan studeren als je op Instagram zit en al die foto's van die stranden en die terrasjes aan het kijken bent. Uiteraard zie je niet dat er nog miljoenen andere studenten aan het studeren zijn over heel de wereld, want wie zet er daar nu een foto op zijn of haar Instagram? Je hebt die ook, maar iets minder. En die derde reden, is die rode draad waar ik het al 10 keer over heb gehad en nog een paar keer ga vermelden, is dat je onbewust heel veel informatie aan het opnemen bent, waardoor dat je niet meer kan studeren. Geloof je mij niet? Kijk een uur op Instagram en doe dan eens een complexe taak. Vergelijk dat eens met het moment waarbij je net 10 minuutjes bent gaan fietsen en voer dan eens diezelfde complexe taak uit. Om maar eens te verwijzen naar die beperkte hersenopslagcapaciteit dat we eigenlijk hebben. De informatieverwerkingscapaciteit, die is beperkt. En betrap mij, of zeg het als ik fout ben, maar ik zou denken dat de bedoeling is dat we die beperkte informatiecapaciteit of die informatieverwerkingscapaciteit naar die leerstof richten die recht voor ons op ons bureau ligt. Dat is de bedoeling. Nu, hoe ga je met die verslaving eigenlijk aan de slag? Want dat is uiteraard een supergrote uitdaging. Wel, het principe is hetzelfde als je in de winkel bent en je koopt geen chocola of je koopt geen chips. Waarom koop je dat niet? Zodat je de dag daarna er niet naar kan grijpen in de kast. Je gaat misschien gefrustreerd zijn, maar je kan er niet naar grijpen, want het ligt niet in de buurt. Dat is eigenlijk de enige manier hoe je met verslavende middelen of met verleidende middelen aan de slag kan gaan. Als je gsm naast je legt op jouw bureau, stijgt de kans met 80% dat je die gaat nemen ten opzichte van het feit dat je in een andere kamer ligt. Ja? Want wie doet dat nu? Gewoon letterlijk van zijn of haar bureau, ja, uiteraard doe je dat soms, maar letterlijk van je bureau gaan om naar je gsm te gaan om even te gaan swipen en terug. Deze handeling gaat gewoon veel sneller. Dus je probeert die verleiding te vermijden door een aantal principes toe te passen. Hoe pas je dat toe? Zet je op vliegtuigstand, zodat je geen meldingen meer krijgt tijdens die productieve studeerblokjes. Leg die in een andere kamer, zodat je er gewoon niet naar kan grijpen en dat je echt een fysieke barrière moet overschrijden om aan die verleiding te gaan beginnen. En dit is misschien een van de meest uitdagende en ik voel veel studenten gewoon nu al schudderen als ik het ga zeggen. Maar idealiter zet je gsm een uur voordat je gaat slapen af en een uur nadat je wakker bent, laat je die nog altijd uitstaan. Heeft superveel cruciale redenen waarvan we eigenlijk niet van bewust zijn. Stel dat je opstaat en wat veel onder ons doen is die gsm nemen. Het probleem is dat je geen controle hebt over de informatie die je gaat verwerken. Stel dat het eerste dat je ziet is die vriend van jou die dat filmpje zet op je pizza. Kijk eens hoe mooi is ons opgang dat het hier is. Heel veel succes met 8 uur productief te gaan studeren doorheen die dag. Je hebt daar geen zin in, want jij wilt ook op je pizza zijn. Net hetzelfde s'avonds. Het laatste dat je ziet bijvoorbeeld, kan bijvoorbeeld zijn van ah ja, de covid-cijfers zijn gestegen. Of er is een bomaanslag, weet ik veel waar gebeurd. Heel veel succes met die rustige nachtrust te gaan opzoeken, terwijl je net met al die frustraties tegenover die informatie zit. Ja? Probeer dat toe te passen en koop een alarmklok. En geloof mij, je leven gaat echt veranderen. Ook hier weer hetzelfde, gebruik hem niet in de pauze. Omwille van die reden, ik blijf het herhalen, omdat je geen informatie dan hoeft op te nemen. En dan nu wil ik heel kort nog naar de grootste motivator verwijzen doorheen deze periode. En daar hebben studies ook effectief aangeduid dat dat het meest energienemende is, is eigenlijk het feit dat we geen echt sociaal contact meer hebben met andere mensen. En dan heb ik het over echt sociaal contact. Dat wordt aangeduid uit allemaal verschillende studies dat dat dé meest cruciale factor is waar dat wij uit energie halen. Mensen zijn sociale beesten. En als je dat sociale van ons wegneemt, dan verliezen wij energie. Want dat zijn eigenlijk voor ons opladingsmomenten. Wat doen we met die kennis? We gaan daar proactief ook hier weer naar op zoek om die connectedness te gaan opzoeken. En dan heb ik het niet over elkaar kudos geven op Strava van hey, goed bezig. Dan heb ik het over face-to-face contacten gaan opzoeken. Zij het via zo'n meeting zoals deze of zij het gewoon face-to-face in het echt. En dat is iets dat je kan gaan proberen ontwikkelen of opzoeken, zowel tijdens het studeren als na of voor het studeren. Tijdens het studeren kan misschien heel vreemd klinken, maar dat is iets wat hij mij heel veel heeft geholpen doorheen die lockdownperiode van studeren, was dat ik letterlijk mijn 2 beste vrienden hier voor mij had, via Skype, op mute weliswaar, en we waren gewoon samen aan het studeren, alsof dat in een soort van virtuele bieb zat. Wat deed dat voor ons? Ja, we hadden dan die informele koffiemomenten of die frustraties tegenover de leerstof, maar we hadden wel zo dat sociaal contact en die sociale controle, zeg maar. En dat deed eigenlijk superveel. Waarom zet ik die balans daarbij? Is dan omdat je uiteraard balans moet vinden met die effectieve sturen, die proactieve studeermethode, waar dan ik de hele tijd naar verwijs. Maar sta jezelf ook even toe om even die connectie met je vriend of met je vriendin of met je vriendin en je vriendinnen op te gaan zoeken.
Wat ook iets is dat je ofwel voor ofwel na het studeren kan gaan beginnen ontwikkelen. Al die routines waar ik daarnet naar aan het verwijzen was, zijn de sporten, gezond eten, wandelen enzovoort enzovoort, zijn eigenlijk allemaal dingen die je idealiter met ofwel een familielid ofwel een vriend of een vriendin gaat doen. Zodat je mogelijkheden vindt om die echte connectedness met elkaar te gaan vinden. Waarbij dat je frustraties met iemand kan delen, waarbij dat je emoties met iemand kan delen, waarbij dat iemand zijn of haar emoties met jou kan gaan delen. We hebben de neiging, en ik ken dat, want ik doe dat zelf ook super vaak nog altijd, om onszelf op te sluiten in periodes waarbij dat heel druk is. Want we willen niet naar buiten, want we gaan ons schuldig voelen dat we naar buiten gaan. Niet beseffende dat en een wandeling met een vriend gaan maken eigenlijk net dezelfde effecten heeft als ze gaan sporten. Dat is die immense uitlaatklep en je gaat daar onbewust, en ik zeg het onbewust, heel veel energie uithalen. Maar verwaarloos het alsjeblieft niet, want daar vind je je mentale welzijn en ook daar vind je je motivatie. Die echte connectie en die verantwoordelijkheid ligt bij ons. Het zijn heel veel principes, het zijn heel veel routines. Ik weet dat het allemaal heel veel is. En ik kan me de vraag nu al voorstellen, van Kevin, als ik wil daar morgen aan beginnen, hoe pas ik al die principes naar morgen toe? Het antwoord op die vraag is, je doet dat niet. Het probleem met zelfdiscipline, dat heel veel mensen, want zelfdiscipline is ja, dus uiteraard de cruciale factor om al deze dingen te gaan beginnen ontwikkelen, al die routines te gaan proberen onderhouden. Het probleem bij zelfdiscipline is dat het eigenlijk heel veel mensen demotiveert op zich. Omdat wij denken dat discipline iets is dat je hebt of dat je niets hebt. En eigenlijk bij die principes toe te passen, begint er eigenlijk iets vreemd te voelen. Ja? En het probleem is, als iets vreemd begint te voelen, verwijst het eigenlijk naar het feit dat je het fout aan het doen bent. Wat gaat er fout bij die zelfdiscipline? Is dat we ons onbewust, en geloof mij, we doen het allemaal, ons onbewust heel hard vergelijken met die persoon, met die berg, die het allemaal wel al kan toepassen. Al die principes en al die routines. En omdat wij daar niet zijn, zijn we automatisch al gedemotiveerd om aan die berg van discipline en van routines en van gewoontes te gaan ontwikkelen. Niet beseffende dat zelfdiscipline eigenlijk verwijst naar een continu proces waarin dat je alleen maar een betere persoon probeert te worden dan de persoon die je gisteren was. Niet een betere persoon dan die CEO, niet een betere persoon dan die prof, enzovoort, enzovoort. De enigste persoon waarbij dat je mee moet gaan vergelijken, is de persoon die je gisteren was. En als je beter bent dan de persoon die je gisteren was, al was het maar 1%, dan is je missie, dan is je to-do voor vandaag geslaagd. Denken jullie nu echt dat ik nooit op YouTube zit tijdens mijn pauzes of weet ik veel Avatar Korra kijk in de middag en niet naar buiten ga? Tuurlijk doe ik dat nog altijd. Maar ik ben wel verliefd geworden op het proces van beter te proberen zijn en mezelf uit te dagen om proactief naar nieuwe methodes te zoeken die mij helpen om zowel een betere doctoraatstudent als een beter persoon, een beter familielid te gaan worden. En daar zit de grote uitdaging. Is het je vandaag niet gelukt om productieve uren in te steken door bijvoorbeeld die gsm? Geen probleem, doe het morgen nog eens. Is het je vandaag wel gelukt om die productieve uren in te zetten en je gsm van je weg te krijgen? Geen probleem, je hebt nog altijd een andere to-do voor morgen, want die top van die zelfdiscipline die bestaat niet. Zelfdiscipline is een continu proces waarbij we verliefd op moeten worden. En dat is uiteindelijk de grote uitdaging daar rond. Dus judge jezelf nooit te veel tegenover, oh, ik kan het niet, of die persoon kan het wel. Het grappige is, we doen dat allemaal. En dat is het probleem daar net rond. Heel veel gepreek, ik kan het mij voorstellen dat het heel veel is, maar ik zou heel graag nog kort willen eindigen met twee bepaalde routines die mij persoonlijk heel veel hebben geholpen en die ik eigenlijk heb gestolen van CEO's en atleten enzovoort. En dat is de kracht van visualisatie. Wat heel veel bergbeklimmers doen, terwijl ze op die berg aan het beklimmen zijn, is om de duur zijn ze het zo beu dat ze aan het struikelen zijn over kleine steentjes. En dat die kleine steentjes hen eigenlijk heel hard beginnen frustreren. Het is net hetzelfde als je voor een schilderij staat, 2 centimeter daarvoor, en je begint je te ergeren aan alle kleine dingen. Deze lijn is scheef getrokken, dit oog is scheel getekend en deze kleurcombinatie die is trouwens super lelijk. Als je dan gaat vragen om 2 meter naar achter, 2 stappen naar achter te zetten, zodat je een overkoepelende blik hebt over die schilderij, dan ga je beseffen dat het eigenlijk een heel mooi schilderij is. En dan ga je eigenlijk beseffen dat al die kleine dingen waar je daarnet over aan het struikelen was, die theorie die je niet begrijpt, die kleine wiskundeoefening die eigenlijk niet lukt, zelfs al is die grote wiskundeoefening die eigenlijk niet lukt, die prof die je ergert, dat die eigenlijk allemaal niet zo belangrijk meer zijn. Omdat je dat overkoepelend perspectief terug hebt gevonden. En het gaat eigenlijk in tegenstrijd met alles wat ik hiervoor heb gezegd over dat opsplitsen in die miljoenen kleine stapjes. Maar soms moet je die balans vinden door jezelf eens af te vragen. En het klinkt super logisch, maar we vergeten het super vaak omdat we in al die frustraties zitten. Maar je vindt dat eigenlijk terug door jezelf eens af te vragen. Waarom
ben ik eigenlijk aan deze blok begonnen? Waarom ben ik eigenlijk aan deze richting begonnen? Waarom zit ik eigenlijk hier deze berg te beklimmen? Ah ja, juist. Ik wil eigenlijk een goed diploma hebben, omdat ik later een goede job wil hebben. Ik wil later een goede carrière maken. Ik wil later geld genoeg verdienen, omdat ik voor mijn gezin, voor mijn kinderen, het maakt niet uit, wil gaan zorgen. Wat allemaal perfecte redenen zijn om gemotiveerd te zijn op dit moment. Maar het zijn die redenen die we zo vaak vergeten, omdat we te veel in dat bergbeklimmen zijn, te veel in die struggles zitten, die frustraties enzovoort enzovoort. En door even terug te grijpen naar dat overkoepelen, en jezelf te herinneren van, ah ja, juist. Heeft letterlijk zo'n effect op jullie. En dat doe eigenlijk heel veel. Dan nog een laatste tip, is jezelf soms afvragen, is heel contradictief, ik weet het, maar jezelf soms afvragen hoe dat de top er uiteindelijk uitziet. What does your dream look like? Zoals veel motivational speakers zouden durven gaan zeggen. Voor mijzelf hielp het superveel, in het midden van die berg, in het midden van die frustratie, van die beklimming, enzovoort, enzovoort, door letterlijk te visualiseren, aan de hand van echt fantasie, hoe dat mijn proclamatie daaruit zou zien, en hoe dat mijn oma op die proclamatie aan het applaudisseren was, omdat ze zo trots was, dat het enigste persoon in heel de familie, die op de unif zat, eindelijk zijn master behaalde. Ik weet niet waarom, maar dat zorgde ervoor, letterlijk, dat mijn hartslag naar omhoog ging, dat mijn hartdruk naar omhoog ging en dat ik terug dat beetje adrenaline vond waar ik naar op zoek was om beter te gaan studeren. Dat zorgde er letterlijk voor, puur die visualisatie, dat ik mij op dit moment gemotiveerder ga voelen. En ik pas het nog heel vaak toe en het heeft immens veel effect. En het is maar een tip die ik jullie kan meegeven. Als je er soms te diep in zit, probeer even gewoon die afstand te nemen en terug met een nuchtere blik naar de volledige situatie te kijken. De volledige berg.